En dan nu? Hallo kijkers, maandag 27 april is het Koningsdag. En elke keer als ik dat ga zeggen, zeg ik eigenlijk nog steeds Koninginnedag. Na dik 50 jaar Koninginnedag gaat dat maar moeilijk uit mijn hoofd. Het leuke aan Koninginnedag was dat het internationaal Queen's Day werd en een queen is een van de mogelijkheden om de homoseksuele medeman aan te duiden. De drag queens noemen zich nog steeds zo. Koningin voor een dag, zal ik maar zeggen. En dat vierden de nichten dan ook uitbundig in het verre Amsterdam en zo. Maar zou King's Day dat gaan veranderen? Is er daar ook een omslag? Gaan nu de drag kings de macht overnemen? Komen alle vrouwen die graag als man gekleed gaan nu de straat op om een feestje te vieren? Zal wel wat zijn, denk ik. Maar we hebben nog een lange weg te gaan in de hele genderacceptatie. Binnenkort is daar een avond over in het Roze Huis hier in Nijmegen. Vrijdag 1 mei aanstaande is er in het Roze Huis een presentatie over de toekomst in de transgenderzorg en over mensenrechten en vooroordelen in de transgenderwereld. Kun je gewoon gratis naartoe. Want veranderen voor een dag is vooral een leuk spelletje met de identiteit. Maar veranderen voor je hele leven, dat heeft veel meer voeten in de aarde. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Leve de koningin! Hoera! 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 Als in het schaakspel een pion de overkant van het bord haalt, kan hij veranderen in een koningin.